Een van de kledingsters van de 400 horden is haar rugzak kwijt, of die is in elk geval niet meer te vinden op de plaats waarin het lag. Een rugzak met een Bahamas bracelet. One of the competitors of the 400 horden women has lost her bag with Bahamas bracelet. De participant die kan zijn met René, die dan pakt nu zijn zak en zegt bracelet. De Bahama. Pauline Kok uit van Côte d'Ivoire, druk van weg geweest. Duidelijk aan de leiding voor Stephanie Carbonell. En Zoe Sedley op zoek naar de limiet voor de EOF Nederland op de 400 horden. We zien haar kokaart landen in 61-79.